de faculteit als een gigantisch passagiersschip. In gang gehouden door niet minder dan 1600 medewerkers. In de keuken, aan dek, achter de piano in de salon. En vele diep, heel diep in de machinekamer. Het is, ik geef het toe, precies 100 jaar na de ondergang van de Titanic, 15 april zal het worden herdacht, een beetje een morbide metafoor. Het zij zo. Want er kunnen ook lessen uit deze maritieme vergelijking worden getrokken. De les bijvoorbeeld hoe belangrijk het is bedacht te zijn op ijsbergen. We staan er redelijk goed voor, dankzij het beleid van de laatste jaren. Mijn voorganger heeft het echt uitstekend gedaan. Maar goed, er zijn met zo'n enorme organisatie waar ook allerlei invloeden van buiten zijn, permanent bewegingen die vragen om nieuw beleid, om nieuwe vormen, om het onderwijs en het onderzoek vorm te geven. Nou, daar liggen wel een paar hele belangrijke punten te wachten. Dat begint met de 884. Het schip is nooit af, ligt nooit stil. Nieuwe taken liggen in het verschiet, te beginnen met de organisatie van het onderzoek, waar externe landelijke ontwikkelingen ons dwingen na te denken hoe we verder moeten zonder financieel en anderszins de boot te missen. Kijk, die 884, dat is eigenlijk een administratieve maatregel die opgelegd is, maar die enorm veel invloed heeft op de organisatie van het onderwijs. En in september moeten die problemen zijn opgelost, want dan gaat het nieuwe jaar van start. En dan, die programma's, ja, we kunnen niet meer terug. Dus we moeten inderdaad zorgen dat we met betere programma's in september van start gaan. Programma's die tegelijkertijd voldoen aan die eis van 884. En de eisen die gesteld worden in de rapporten over studiesucces, contacturen enzovoorts. Ik wil alleen nog benadrukken dat we onder alle omstandigheden moeten proberen het hoofddoel van onze onderneming scherp voor ogen te houden. De kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek. En tegelijkertijd het plezier van het studeren en het plezier hier te werken. Die vormen de magneet waarop ons kompas goed zijn afgesteld. Daar wil ik dan ook graag op toosten. Voor 2012, hier in het Scheepvaartmuseum, zeg ik met volle kracht vooruit. Een zeer voorspoedig en vruchtbaar 2012. Salut!